Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. We gaan Pokémon Grand Colosseum doen. Een game, Pokémon Colosseum, waar ik een haat-liefde-verhouding mee heb. Ik vind het een hele vette game, alleen ik vind het een hele trage game. En ik dacht van laat ik mezelf dan even helpen door iemand te vragen. Namelijk de beste Nederlandse speedrunner van Pokémon Colosseum. Het is Nandoing. Hallo Nandoing. Ja, zeker, Ink. Daar ben ik in bij, Ink. Ja. Hoe lang is het geleden? Nou ja, ik weet niet. Misschien dat het een of andere stream highlight is of zo waar jij bij bent. Maar verder, niet echt de volledige serie. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. Nee, alleen echt bingo. Map randomizerings. Precies. En we hebben natuurlijk op de Spar Guys wel een hoop series gedaan, maar nooit met z'n tweeën. Dus, dit wordt hem. Dit wordt hem zeker. En dit is een van mijn favoriete Pokémon in gaming. Precies. Groot vraagje wel eventjes. Wil jij dingen opnoemen als je zegt van hey, dit is anders dan in de gewone game? Want ik verwacht namelijk dat buiten dat het moeilijker is en andere Pokémon zijn, dat er verder niks nieuws is, toch? Wel. Ik neem aan van niet. Ik heb wel de documenten, zeg maar, op mijn computer staan. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn het voornamelijk de teams die zijn aangepast. En voor de rest niet zo dramatisch veel. Nee, er zijn fairy types het wel in de game en een physical special split. Dat was ook wel een beetje nodig. Ja, precies. Ik ben blij dat jij de story kent, want dan kan jij mij gewoon vertellen wat ik moet doen. Dus dat is alleen maar mooi. Ik heb deze game best wel vroeger veel gespeeld, de laatste tijd niet zo heel veel meer. De laatste keer was een randomizer die ik speelde samen met Justin. Nou, dat is al lang geleden, een jaar of 3-4 denk ik. Heel ziek. Zeker heel ziek. En nu gaan we de Grand Colosseum lekker spelen met z'n tweeën. Jazeker, Ink. Je hebt hier natuurlijk best wel een grote speedrun verleden mee. Vertel eens. Ja, dit was mijn eerste speedrun game. Werd erin geïnteresseerd omdat er aardig wat runners zijn. Het is wel een beetje een niche game onder de speedrun guys. Omdat er niet heel veel actieve runners zijn op een moment. Okay. En heel vaak dan is het ineens heel erg booming en dan ineens speelt niemand het meer. Ik ben daar ook gedeeltelijk een probleem van, want ik heb deze game ook al denk ik een jaar niet meer gerund. Mm-hmm. Je moet naar buiten gaan. Oh, je moet naar buiten, oké. Okay. Op een gegeven moment kan je van hem Pokéballs kopen, toch? Of niet? Ja, klopt. Oh, weet je wat irritant is? Hij verandert elke keer van widescreen naar niet widescreen, zeg maar. Dat is echt kut. Moet ik het elke keer handmatig aan gaan passen. Dat heb ik niet. Als ik hem speel. Echt kut. Dat is wel apart. Ach ja, nou ja, dan doe je een beetje een randje zwart om je kader heen. Dan heb je altijd iets wat een beetje rekening ermee houdt. Beetje kut, maar ja. Het moet maar, toch? Maar goed. Zeg maar, de grote runners die zijn het altijd nog wel blijven spelen. Dus een van de grootste is Ryzeken. Een Amerikaanse speedrunner. Mm-hmm. Volgens mij is dat een van de weinigen. Er zijn nog wel moderators in het Discord-kanaal, want natuurlijk, als je zoiets doet als dit, is er natuurlijk een Discord. Ja. Waar mensen dan al hun routes kunnen neerzetten en natuurlijk hun livestreams kunnen ze neerzetten, hun PB's zoals ze het noemen, personal best. Ja. Nou, okay. En sommigen die experimenteren met nieuwe routes, dus bijvoorbeeld dat je met alternatieve starters begint. In de speedrun scene worden dan ook meteen toch gezien als een andere categorie, zeg maar. Ja, want je hebt any procent. Nou ja, dat is gewoon zo snel mogelijk de game uitspelen. Mm-hmm. Dan heb je. Ik moet even de dingen er weer bij. Je hebt natuurlijk hundo, zoals ze het noemen, 100%. Ja. Dan hebben ze. No snacks.
Dus dat houdt in, je vangt geen Pokémon. Nou, any procent, dan mag je alles vangen. Espeon is gedood, wauw. Ja, dat had ik dus ook in het begin. Dat, ze focussen keihard op Espeon. Maar in de any procent, dan pak je altijd de Johto starters die je in het volgende stadje kan vangen. Ja. Maar in any procent no snacks, dan moet je het doen met wat je krijgt. Dus je hebt een Umbreon, Espeon. Je krijgt later in de story krijg je een Plusle. En okay. That's it. Dan heb je all snacks. Nou ja, dat houdt in dat je alle Shadow Pokémons vangt. Mm-hmm. En voor de rest hoef je niet iets te doen wat je in 100% moet doen. Want in 100% zou je ook nog alle Colosseums moeten doen. Je moet Ho-Oh krijgen, dus je moet daar alle Pokémon vangen. Alle Pokémon sowieso. Maar dan moet je ook nog eens 2 keer Mount Battle daarvoor doen. Je moet... En hoe dat voor Ho-Oh? Nou, voor Ho-Oh moet je in een andere Mount Battle, zeg maar, alle 100 battles doen achter elkaar. Oh. Maar in de 100% run moet je ook nog in de main story Mount Battle helemaal doen. Oh, big oof. En dat is nu weer naar binnen? Nee, nu kan je naar het volgende stadje. Ja. Dan gaan we naar Fennec. Yes. En hier kan ik straks, moet ik of rechtdoor of rechts of links kiezen, toch voor de starter? Zometeen wel, ja. Nog niet meteen, toch of wel? Nee. Je hebt eerst nog eventjes één battle met één van de kidnappers hier zo. Ja. En dan moet je naar de burgemeester van de stad. Nou, en zo heb je nog wel andere dingetjes wat je moet doen om de 100% run te doen. Mm. En omdat sommige mensen het heel erg leuk vinden om andere categorieën te hebben, je alt mains. In any procent pak je Espeon en Quilava. Maar ze hebben ook ruimte gemaakt voor Espeon, Bayleaf, Espeon, Brockenaw. Kijk, en dan heb je trade alt mains, maar... Weet je wat het probleem is? Ik ben niet geheeld. Ja, en je hebt geen revives. Maar dat maakt niet uit, want je wordt dan toch weer teruggezet naar Outskirt Stand. En dan kan je hem weer nog een keer proberen. Maar dan verlies ik monies. Ja, dat wel. Maar je hebt redelijk wat monies. En ik weet niet of we alle speedrun stats gaan doen. Sowieso de baldoop glitch, dat leg ik nog wel later uit. We gaan cheating. Gaan we de paddy vibes doen? We gaan de paddy vibes, maar in speedrun gebruiken ze het ook, dus dan is het oké. En we kunnen ook X-item glitch-achtig iets doen, maar jij bent niet zo van de X-items, dus ik denk niet dat we dat gaan doen. Ja, wat nog ook wel grappige categorieën zijn van de speedrun in Pokémon Colosseum. Dat is de Ditch Rui categorie. Die is zo kort, Milan. Dat wil je niet weten. Dat is letterlijk tot aan het stuk dat we zometeen dat meisje uit de zak krijgen. Yeah. En dan moeten we ervoor zorgen dat zij buiten beeld komt. Ah, oké. Okay. Dat is de speedrun categorie. Nou, en het wereldrecord is 6 minuten en 25 seconden. Nice. Dus redelijk snel. En de andere is... Moet je denk ik in de eerste battle en in deze battle gelukt hebben dat je crit of zo, zeg maar. Dat kan helpen, ja. Ja. Ik weet niet of je ze dan one-shot aangezien je niet fully EV-trained bent. Dus ja... Ach ja, oh, je hebt ook nog potions trouwens. Je hebt alleen geen revives. Hij heeft wel alleen 2 of 3 keer gehaald, volgens mij. Oh, dat valt mee. Komt goed, ik denk dat je nog een keertje een confuse ray of een bite kan doen. Ik probeer hem wat te flinchen. Dat zou mooi zijn. Let's go. Wah, doet wel aardig wat damage. Ja, is geflinched. Nice. Let's are going. En de andere categorie is Miracle B. En dat houdt in... je vecht tegen de eerste boss van de stad waar we zo later naartoe gaan. Ja. En als je dat hebt gedaan en je komt terug naar de plek waar die boss stond... Mm. Staat er nu een andere guy.
Nou, dat is, die moet je dan verslaan en dat is dan de categorie. En die is een uur en een kwartier of zo. Oké. Okay. Oh, er is nog zelfs een verschil tussen RTE en CFAL, maar dat weet ik dan weer niet. Oh. Want dit is gebeurd, zeg maar, toen ik een tijdje niet meer de game runde. Ah, oh, oké. Okay. Nou, nu gaan we het meisje uit de zak halen, maar wil je dat echt? Wil je er echt uit de zak halen? Ja. Waarom duurt dit lang? Je loopt niet. Oh. Je moet er naartoe lopen. Oh, ik dacht van, waarom gebeurt er niks? Je dacht, oh, dat is cutscene. Ja. Snap ik. Hé, ze heeft een andere jas aan. Ja. Sexy. En de ogen en het haar is anders. Ja. Ze is veel cooler. Een kleine redesign. Ja. Ik zag wel, als zij Shadowmond ziet, dan verandert de ogen wel weer terug naar hoe ze normaal zijn. Oh, nou, dat is op zich niet erg, toch? Nee, dat, ik vind het al best wel gruwelijk. Ik ben gewoon je partner. Ja, je gaat tyfus hekel aan me krijgen, omdat ik altijd in de weg sta. Dat maakt niet uit. Mooi. Lekker. Lagering. Lagering, zoals we dat zeggen. Voor de mensen thuis, ik weet dat het scherm nu uitgerekt is, maar ik denk dat als we zo uit de cutscene zijn. Ik denk dat het cutscene gerelateerd is. Dat die. Dat het breed beeld is. Welke versie van Dolphin gebruik jij? 5.0.19.742. Misschien is dat het. Want ik gebruik alleen de standaard 5.0. Ik zou eerst healen. Ja, dat is hier links, toch? Ja. Ja. Ik weet het nog een beetje. Ja, gelukkig. Nog een beetje Colosseum knowledge. Klein beetje. Nou, en ondertussen ben ik nu ook de Linoon fight aan het doen. Oké, nice. Gewoon om eventjes een beetje mee te spelen. Nou, we gaan nu naar de burgemeester, want we moeten even rapporteren dat de kidnappers hier in de stad waren. Die Rui probeerde mee te nemen. Heb ik pokeballs gekregen of moet ik die nog kopen? Nee, die krijg je nog. Volgens mij is dat hier toch? Maat, ik ken deze game. Yes. Wojo, die ziet er normaal ook zo uit. Ja. Het is gewoon een Dragon Ball Z guy. Jazeker. Nou, en de burgemeester is heel erg uniek. Als in dat hij heel erg rond is. Ja. Cirkelboy. Ja, nou, en wat hij uitlegt is... Oh, ik wil jou best wel helpen met uitzoeken waar al die rare Pokémon's die je ziet vandaan komen. En degene die jou hebben gekidnapt. Oké. Want de Rui ziet Pokémon's met een aparte aura. Nou ja, dat zijn gewoon Shadow Pokémon's. Yes. That's it. That's it. En omdat het aardig wat tijd zal kosten, zegt hij, waarom ga je niet eventjes naar het stadion hiernaast om zo'n Pokémon toernooi te doen? Dat doen we wel even. Nou, dat is gezellig lopen. Ik vind dit altijd zo'n mooie stad. Mooie ja, dus, muziek ik hou echt van Agathe Village. Oh, dat is ook wel een mooie town. Nou, en hier wordt er gezegd dat de challenge al onderweg is, dus je kan niet meedoen. Dus je moet met de volgende meedoen. En wanneer die is, ja, God zal het weten. Dan moet ik weer weglopen. Ja. Maat. En dan komen we Team Snaggum tegen. The Bitch Tits. De Kale Mannen. De Kale Mannen Brigade. Jazeker. Nou. En onze main character was ooit deel van Team Snaggum. Oh ja, hij was een van de beste snaggers. Alleen, hij heeft ze verraden doordat hij de snaggermachine heeft gejat. Mm-hmm. Dat ding op zijn arm links. Ja. En hij heeft hun basis opgeblazen. En dat zag we allemaal in de begin. Ja. Toen deed hij zo'n kabooming. Inderdaad, hij deed zo'n kabooming. Ja, we gaan battlen tegen de Kale Mannenbrigade. Ja, nou gelukkig hoeven we maar tegen één guy te vechten, dat scheelt. Corfish? Hey. En Coffin. Gisteren was, eergisteren was Harm geïrriteerd dat hij alleen maar tegen Corfish moest vechten. In X en Y. Uiteraard. Nou, Corfish is
best wel een slechte Pokémon. Dat is niet zo al te best. Nou. En Koffing is ook wel het logo van Parrying. Dat klopt, ja. Hij is ook zo'n dubbel team op een Corviz, dan kan die Corviz misschien doodgaan. Dan krijgt Espeon tenminste nog wat XP, want anders wordt het echt een feest. Ja. Kijken. Oh, zo jammer weer. Maar de volgende beurt kan je hem wel knocken. Dat klopt. Volgens mij gaat Koffing wel dood van één Confusion. Als hij nu niet je Espeon afmaakt. Kijken. Oh, toch wel. Oh, nee. Oh. Nice. Nou, mooi. Nou, kan je hem zo afmaken. Hoppatee. Niks aan de hand. Yeah. Yes. Nou, Umbreon is toch sneller dan Corviz, dus... done. Finish. Finito. Ik dacht dat Umbreon van zichzelf best wel een trage Pokémon was, maar dat valt best mee. Ja, het valt wel mee. Het is zeker niet een van de snelste evolutions, maar hij kan er mee door op zich. Even kijken. Eentje Confusion. Eentje. Mocht je afvragen wat Nando zegt, Nando is zelf ook aan het spelen. Ja. Even gewoon om te weten hoe het is. Ja, inderdaad. En Milan had al gezegd welke starter hij ging kiezen. Of, nou ja, hij had een keuze van twee. Ja. Dus als hij dan ene kiest, dan pak ik de ander. Nice. Kunnen we toch eventjes uitvogelen wat beter is. Nou, kan dat nu al? Nee, hè? Nee. En dat moet trouwens eerst even... Nu moeten we in de Pokémon kijken of er Pokéballs zijn. Maar we gaan niet met een cashier praten. Okay. We gaan met een guy. Dus we moeten hier in de shop. Maar ik wil eerst nadat je hebt geheeld. Oh ja, oké. Okay. Natuurlijk mag je healen. Dat, je moet later volgens mij nog weer wat battles doen. Dus ja, dat is toch wel handig. Precies. Het is geen Nuzlocke voor de verandering. Nee, dat is geen wel even lekker. Geen Cagelock voor de verandering. Geen Soullink voor de verandering. Dus het is een beetje, doe je ding, kijk hoe ver je komt. Nou, we gaan hier naar boven. Naar boven. En dan gaan we rechts eronder heen, om de trap heen. En dan praten we met die guy daar die hier zit. Hij zegt, niemand hier verkoopt pokeballen, behalve die guy in Outskirts Stand. Dus dat is dat treinwagonnetje waar we waren. Dus nu gaan we naar het treinwagonnetje. Ah. Want nu kunnen we daar pokeballs krijgen van hem. En we zouden nog eventueel extra kunnen kopen. Nou, en als we die baldoop glitch gaan doen... Dan hoeven we geen extra te kopen. Dan raad ik aan om één great ball te kopen. Oh ja. En dat kan je makkelijk kopen, want dat is maar 600 pokedollars. En dit doe je in principe ook in de speedrun. Oké. Glitch en pijl. Wat zo meteen zo fijn is, dat als we die baldoop glitch doen, dat we nooit van die great ball afkomen, tenzij we hem niet baldoop glitchen. Dus ja. Okay. 5 pokeballs, kabooming. Inderdaad. Nou, en meestal in de speedrun kopen we ook X-items, dus moeten we een aantal van die healing items verkopen. Voornamelijk de awakenings, want die zijn nutteloos. Oké. Okay. Maar wij hoeven dat niet te doen, hoor. Je hoeft ook wel nog wel potions. Oh, dus hij heeft geen potions. Nee. Je zou nog eventueel... Nou, eigenlijk heb je ze nu nog niet nodig. Ik denk misschien in het volgende stadje hierna zou je ze wel kunnen kopen. Okay. Dat zouden ze nog wel handig kunnen zijn. Dus we gaan nu weer terug naar Fennec. En dan komt er een NPC op ons af die zegt... er zijn rare mannen het huis van de burgemeester ingelopen. Niet het huis van de burgemeester? Hij doet gekke dingen met mensen. Hele gekke dingen. Dus wij zo van, nou dan gaan we even kijken wat er aan de hand is. Hoe moet ik eigenlijk die dupe glitch doen? Of? Dat leg ik je zo aan. Trouwens, loop nog even naar beneden. Oeh, nog
net op tijd. Nee, wel waar je net was. Dus oh, ja? Voor dat huisje en dan naar beneden. En dan links. Oh, ligt en dan naar beneden. Ja, ja, ja. Een expeacher! Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat het hyperpotions waren. Vier expeaciers. Nou, easy win. Dat is fucking nice. Nice. Oh, dat is echt een goede toevoeging. Dat wist ik dan weer niet. Dat had ik niet naar gekeken. Nou, hey, Merrybee. Dit is een van de beste characters uit de game. Mm-hmm. Voornamelijk omdat hij een heel vet nummer heeft. Wat afspeelt. En je zou het ook herkennen in Sander's streams. Ja, dan gaat hij lekker dansen. Dan gaat hij even dansen op de beat. Dat was wel echt mokerhard. Okay. Ik denk dat ik straks de rode dude ga verslaan. Ja, en je gaat voor de concussie. Oké. Okay. Jazeker. En in de battle die we nu gaan doen, was het volgens mij dat hij sowieso zit in de Pokéball, toch? Ja, ik heb dat ook nog getest. Okay. Hij zit 100%, dus je hoeft maar één bal te gooien. En het is een Lombre, denk ik, of niet? Of er nog meer Pokémonen? Nou, deze guy heeft geen Shadow Pokémon. Oh, oké. Het is altijd de tweede. Dan heb ik niks gezegd. Ik wil dat nog niet spoilen. Volgens mij de reden dat deze guy geen Shadow Pokémon is, is omdat de maker, zeg maar ook in de randomizer, de Shadow Pokémon niet kan aanpassen. Ah. Dus hij kan wel aanpassen welke het is, maar je kan niet zeggen van, oh, dit is de Shadow Pokémon. Dus de hoeveelheid Shadow Pokémon blijft hetzelfde met de originele game? Ja. En bij welke trainers ze zitten? Exact. Dat is wel handig, want dan weet jij het namelijk. Hey, je Charming Voice. Dat is een fairy aanval. Dat is zeker een fairy aanval. Alleen, ik wou net zeggen, alleen normaal op twee Pokémon, maar nu ook. Ja, het duurt gewoon heel lang. Dat is denk ik wel het minste van de game, dat je de animaties niet kan uitzetten. Mm-hmm. Normaal ben ik voor animaties, alleen omdat mijn punt met deze game, wat ik minder leuk vind, is dat de game zo traag is. Dat komt door de animaties. Die wel mooi zijn hoor, daar niet van. Maar het is very traag heen. Het is nog trager dan die vriend van me die we traag zaten noemen. Zo traag is het. Dan zal niemand begrijpen behalve de guy waar ik het over heb. Ja. Maar hij waardeert het. Hij waardeert het. Nou, 1-2, hoppakee. Verslaging. Nou, en wat ze hier in het huis van de burgemeester deden, orders krijgen, maar als je later naar boven gaat, dan zie je dat de burgemeester er ook niet is, dus ja. Oeh. Die is gekidnapt, ding. Maar echt, dat zou best wel eens kunnen. Nou, en deze guy heeft de Shadow Pokémon. Nice. Nou, en dan als je de game zou hebben gespeeld, dan zou je nu ook opmerken dat hij andere Pokémons heeft. Oh, bij jou doet hij hem anders. Oeh. Normaal gesproken zou die de Shadow Pokémon als laatste inzetten. Maar de Disco is een Shadow Pokémon. Of is de Furt is een Shadow Pokémon? We gaan het zien. Oh, de Furt, maar die Pokémon wil ik niet eens. Ik raad het je wel aan om hem te vangen. Tuurlijk. En dat gaan is puur vangen. Omdat hij heel sterk is. Ja? Ja, ik kon deze guy niet verslaan zonder de Furt te vangen. Okay. Wil je nu gewoon een normale bal gooien of wil je nu al gelijk beginnen met de dupe glitch? Dus doe nu maar even uitleggen hoe die werkt. Oké, dan moet je terug gaan naar Umbreon. Oh. Ja. Nee, je bent nog bij Espeon. Oh ja. Ja, dan ga je naar items. Ja. Kies je de great ball. Ja. Ja, dan gooi je die op Furret. Yeah. Dan ga je met Espeon naar items. Yeah. Druk je op X bij Great Ball. En dan wissel je hem om met de Pokéball. Yeah. Dan terug. En dan doe je gewoon de aanval die je met Espeon wilde doen. Oh, dat is
balen, want ik wil eigenlijk buy doen. Maar ja, want Confusion. Ik zou zeggen, doe Confusion op Furret. En je zal zien waarom. Zometeen als je hem vangt. Oh, omdat hij meteen een Pokéball, Pokémon uitzendt, of niet? Ja. Ah, nice. En als dat niet zo is, might be. Ah, nee, hij doet het wel. Nee. Normaal gesproken zou deze guy een Spinarak hebben. Ah. Dus ja, dan zie je al dat het ietsjes moeilijker is gemaakt. Maar ja, het was een shot, dus ja. Lekker, hè? Mhm. En die Dusk zal Nightshade doen, denk ik, ja. Ja. Nou, dat zal 100% niet killen. Dus dat is mooi. Nou, nu kan je wel Bite en Confusion. Lekker focusing. Hoppee. Focusing op dezelfde Pokémon, hè. Maar die Furret is dus goed, zeg jij, hè? Nou, die is goed tegen jou. Maar ik denk in het begin... Oh. Is hij ook wel goed? Normaal zou een andere trainer de Furret hebben. Yeah. In de speedrun community wordt de guy met de Furret ook wel Gatekeeper genoemd. Okay. Omdat hij er heel vaak met die Furret kan zorgen dat je run eigenlijk eindigt. Oh, okay. Omdat je zo vaak doodgaat. Want je wil niet dat Espeon doodgaat. Nee. Het liefst ook Nicolava in de any procent. Dus ja, meeste mensen resetten dan. Maar ja, ja als het aan mij ligt, dan reset ik altijd als ik niet de Kulava hit. Dat gaat bij mij altijd fout. Ja, precies. Dat zijn de strats die je moet weten. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke eerste aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het Twitch-kanaal van Nando te checken in de beschrijving. En dan zie je jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos!